Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door Grols. Ik wil graag 3 hotdogs. 3 hotdogs? Ja. 10,50 alsjeblieft. Oh, dat is het probleem. Ik heb geen geld. En dan ga je binnen toch? Ja, het probleem is, ik ben van de gierige gasten. Je bent van de wat? Van de gierige gasten. En wij hebben geen geld. De meest bizarre stunts en de meest ongeloofwaardige situaties komen alleen in films voor. Maar kan hetgeen je in een film ziet ook in het echt? Je zal nooit meer hetzelfde naar film kijken. Want wij gaan 8 weken lang tot het gaatje om dit voor jou uit te zoeken. Dit is Filmbusters. Oh, eindelijk weer een beetje vreten. Zo, Niels, heb je honger? Ja. Wat een gigantisch ding. Al wekenlang kopen we gewoon onze eigen bak. Je weet dat we in de coronatijd leven. En in één keer ga je klagen. Omdat ik jij geen geld meer hebt. Ik hou er voor de hele groep. Maar goed, jongens, het laatste aflevering. Laten we er even proosten. Cheers. Cheers. Hey. Cheers, jongens. Op de laatste aflevering. En op jou. Schattig. In de film Mamma Mia zie je hoe de hoofdrolspelers van het normale leven een feestje maken. Door te pas en te onpas overal te gaan dansen en zingen. En vervolgens direct weer door te gaan met het normale leven. Lukt dit jullie ook in het echte leven? En om jullie naam eer aan te doen, kunnen jullie er ook iets gratis aan overhouden. Oké, dus zijn we weer terug met een klassieke gierige gast. We moeten het gratis regelen. Kunnen wij in het dagelijks leven gewoon zomaar gaan zingen zonder dat mensen daar raar van opkijken? Oké. Lege portemonnee. Ik denk dat we ook een beetje les nodig hebben. We moeten een beetje kunnen zingen en een beetje kunnen dansen. Ik kan jullie wel inderdaad een beetje les geven. Ik heb natuurlijk acteerervaring gehad. Nou, ik heb daar ook veel musicals in gedaan. Ja, doe je ding, grap. Verlaat me niet, verlaat me niet. Ik kom nu achter jullie aan. Nou jongens, vandaag is de dag. Vandaag gaan we een musical in elkaar flansen. Ja, en daarom hebben we afgesproken met een expert, Tommy. En die gaat ons leren zingen en dansen. Ik dacht dat Niels de expert was. Ja. Ja, oh ja. Ik kan het ook doen. Nee, laten we Tommy gaan. Tommy Christian is acteur, zanger en vooral musicalster. Hij speelde in musicals als Zorro, Grease en in 2018 vertolkte hij de rol van Jezus in The Passion. Deze alleskunner is de perfecte instructeur om de jongens om te toveren in echte musicalsterren. Tada! Ja! Tada! Daar zijn ze! Mijn musical boys! Yes! Yes. Dus jullie willen vandaag eventjes een musical act gaan opvoeren. Niets lievers. Ja. Oké dan. Nee, vertel, want jij speelt veel musicals. Ik heb wel de nodige producties al gedaan, ja. Moet je goed kunnen zingen als musicalster of kom je er ook met een goed dansje makkelijk vanaf? Nou, in principe is het natuurlijk wel zo dat je eigenlijk alle facetten van het vak gewoon goed moet beheersen. En dan heb je het over zang, dans en acteren. Ja, precies waar ons talent niet liggen. Ja. Oké, mannen, het liedje heet Geld, Geld, Geen Geld. Geld, geld, geen geld. Ik heb hier de tekst. Het is natuurlijk eigenlijk wel de bedoeling dat jullie dit binnen een paar uurtjes uit jullie hoofd leren. Tijdens teksten, dat is niks. Nee, dat is echt. Je hebt een autocue nodig en zo. Ik heb even een dingetje. Wie heeft in godsnaam deze tekst geschreven? Ik heb geen Niels, idee. Niels, dikke aasgier. En dan moet ik zeggen, Martijn, mooie kerel. Wat gaat hier fout? Dat is niet eerlijk, zeg maar. Nee. De YouTube money zit ook niet mee, dus verkopen we. Dus verkopen we onze ziel op tv. Niels dikke aas, hoe hoor jij hier uit? Ja. Martijn, mooie kerel, boeit me echt geen fluit. Martijn, mooie kerel, boeit me echt geen fluit. Jongens, doe eens even normaal. Ik heb hier een donnie voor ons allemaal. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, super, we zijn supergierig en we willen het weer voor niks. Maar heel eerlijk, hier moeten we ook nog een danspasje hebben. Ja, dus we gaan nu gewoon een beetje een basis leggen met de choreografie. Da. Rechts, sluit, ta. Ba. En dan stoer. Oeh, ja. Op deze. Het is boeiender en leuker, denk ik, als jullie proberen om een beetje in een rol te kruipen. Misschien ben jij wel een beetje die doorgerookte oude rock'n'roller, weet je wel. Yeah. Misschien kan je dan ook wel een beetje zo praten. In die rol, weet je wel. Ja. Hebben jullie een idee voor een personage wat je leuk zou vinden Jolige te spelen? De YouTube money zegt ook niet mee, dus wij verkopen onze ziel op tv. Weet je dat? En hoe zou jij hem dan pakken?
En we willen het weer voor niks. Jij bent die guy die zichzelf veel te serieus neemt. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld. We zijn supergierig en we willen het weer voor niks. Het plan is dat Niels een hotdog gaat bestellen bij een hotdogkraampje in het Vondelpark. En dan op een gegeven moment die betalen en dan heeft hij natuurlijk geen geld, want we zijn de gierigasten. En dan beginnen wij dus met zingen, dan gaat er ergens een muziekje aan. Leuk plan, alleen zit de tekst er nog niet echt goed in en gaan de pasjes ook niet heel soepel. Maar de les van Tommy zit erop. Oké, jongens, heel goed. Goed gewerkt. Dit was het voor nu. En zoals we dat zeggen in Theaterland, veel toy te toy. En mocht een van jullie nou een musical award in de wacht slepen, dan verwacht ik natuurlijk wel een kleine vermelding in de speech. Ja, nou, dat gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt. Lekker bezig. Ik vind dat ze dat heel goed doen. Ik lig natuurlijk wel echt helemaal krom, want ze zijn best wel motorisch gestoord. Dus ze weten niet echt wat links en rechts. Dus het wordt zo meteen één groot zootje. Ja, jongens. Geld. Ja. Geen geld. Maar we gaan naar de hotdog aan. De dansjes mogen gelukkig nog een klein beetje improviseren. En de tekst, ja, die moeten onderweg nog even inderdaad even keihard ons kop rammen. Dat zijn we goed. Top. Geld. Geen geld. Jullie zullen de tekst nu toch echt goed moeten kennen, mannen. Het is namelijk tijd voor het eerste optreden. Terwijl Martijn en Joost zonder op te vallen een plekje uitzoeken, gaat Niels in de rij bij de hotdogkraam staan. Dit nu nog rustige park staat op het punt om te veranderen in het podium van een musical. Mag ik 3 hotdogs alsjeblieft? 3 hotdogs zeker. Wilt u daar nog iets op, meneer? Een beetje zuurkool of gebakken uitjes? Doe maar gebakken uitjes. Gebakken uitjes. Ketchup. Alle 3 hetzelfde? Ja. Zet aan. Wilt u pinnen? Nou, dat is een probleem. Ik heb geen geld. Wilt u afwassen? Wij zijn van de gierige gasten. Oké. En wij hebben geen geld. Geen geld. Geen geld. Geen geld. Geen geld. Ik wil net betalen, maar ik heb geen geld. Een euro heb ik bij elkaar opgeteld. We willen echt betalen, maar dat lukt nu niet. Want ik weet niet wat je ziet. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, we zijn supergierig, dus willen het weer voor niks. Die YouTube-manies vallen ook wel mee, daarom verkopen we onze ziel op tv. Meneer de verkoper, wat kijkt u raar? Toen hij het wil bestellen, had u geen bezwaar. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, we zijn supergierig en we willen het weer voor niks. 1, 2, 3, maar... Niels, dikke aasgier, red je hier uit. Martijn, mooie kerel, boeit me geen fluit. Jongens, doe eens even normaal. Wacht, ik ook geen donnie voor ons allemaal. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, we zijn supergierig en willen het weer voor niks. Geld. Geen geld. Geen geld. Geen geld. Dus, krijg je hem gratis? Ja, dat zou wel moeten. jongens. Wij zijn out of character. Ja, wij zijn heel erg out of character, maar we hebben wel een gratis hotdog. Meneer, dank u wel. Oké, eet smakelijk. Boys, hoe vonden jullie het zelf gaan? Ja, we hebben een gratis hotdog gekregen, dus wat dat betreft is het gewoon een team waard. Sowieso. Zeker weten. Ja. Alleen ik baal gewoon, want het idee was, kun je daarna gewoon normaal doorgaan. Ja. En wij schoten in de lach. Wat vond je van de performance zelf? Kan beter. Ja, hè? Ik denk dat er nog een hoop is om bij te schaven, maar daar hebben we nog de tijd voor. Straks komt natuurlijk echt het grote optreden. Ja. Met de danseressen. Op de mainstage. Dat klopt. Jullie tweede optreden is namelijk op de Dam. En dan staan jullie er niet meer alleen voor. Meet Sammy Uyvel. Zij is professioneel musicalactrice en de choreografe van de dans die Tommy jullie vanochtend heeft geleerd. Samen met haar dansers zal zij meedansen op de Dam. Maar eerst komt ze jullie nog even klaarstomen. Hallo. Ik ben Sammy. Hoi Sammy. Hallo. En ik heb gehoord dat jullie de dans aan hebben geleerd vanochtend. Nou, we poging tot. Klein beetje. Poging tot. Oké. Okay. We willen het even horen. Geld. Geen geld. Geld. Geen geld. YouTube money valt ook niet mee.
Daarom kopen ons ziel op tv. Jij verkoper kijkt ook raar, maar niet toen hij je bies bestelde maar. Maar wat vond je ervan? Super goede poging. Anders doen wij voor jullie iets nieuws maken, ja. Dus iets makkelijks. En dan ja. Doen wij de moeilijke dingen. Ja. Precies. Okay. Ja, het moet echt niet heel veel moeilijker dan dit. Is goed. Nou, dit vond ik wel heel leuk uitzien bij jullie. Dus doen we super gierig, doen we gewoon geen geld. Geen dus geld. Dus ja, wij. Oh, mag ook. Doe maar. Wij zijn super gierig. We willen het voor niks. Ja? Het is wel iets meer gebarentaal dan dansen. Ja, het wordt wel... Misschien moet jij bij de NPO gaan werken, Pik. Nou, het oefenen laat wel gelijk zien waar onze zwakke plek zit. Dat is één woord, twee lettergrepen. Dat is Martijn. Die gozer kan niet eens normaal tot vier tellen. En we willen het weer voor... Oh! Ja, ja, ja. Hey. Wow! Ja, hey. Oké. Okay. En we willen het weer voor niks. Ken je deze move? Ja, ken je deze al? Ken je deze move? die is echt smooth, toch? Ja, ja. Zijn we klaar? Ja. Hé, hey, maar eerlijk gasten, ik heb het gevoel dat we alle drie motorisch gestort zijn. Ja. Zou je denken, super bedankt dat jullie onze performance redt. Dankjewel jongens. Nu voor het echt hier op de Dam. Swipe. Gieren. Geen geld. Zet de tekst er een beetje in, jongens. We weten allebei dat antwoord nee is. Maar eerlijk is eerlijk, met dans wordt het lastig. Want je moet twee dingen tegelijkertijd wezen. Daar krijg ik ook zieke errors. Maar het allerbelangrijkste is, jongens, dit keer lopen we met een stijve kop weg. Doe eens even een stijve kop. Jezus! Dat is te stijf! Dus zo gaan we het doen? Zo gaan we het doen. Oké. Okay. Ja. Succes! Ja, jullie ook? See you on the other side. It's teamwork, hè, boys? Dit is het dan, de grote finale. Na 8 weken van bloed, zweet en tranen is dit jullie laatste kans om nog een film te busten. En Mamma Mia is jullie laatste uitdaging. De Dam dient als decor, de dansers staan op hun positie en de jongens zijn er klaar voor. En dan is het showtime. Het is tijd om de film te busten. Hallo. Hallo. Ik wil graag 3 hotdogs. 3 hotdogs? Ja. 10,50 alsjeblieft. Oh, dat is het probleem. Ik heb geen geld. En dan ga je binnen toch? Ja, het probleem is, ik ben van de gierige gasten. Je bent van de wat? Van de gierige gasten. En wij hebben geen geld. Geld, geld. Geen geld, geld, geld. Geen geld, geld, geld. Geen geld. Ik wilde net betalen, maar ik heb geen geld. We staan hier nu op een mooie plek. Maar zeg, ja, maar mijn money is weg. Super gierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, wij supergieren willen het weer voor niks. Die YouTube-money's vallen ook niet mee. Play. De vrouw de koop, wat doet u raar? Toen hij het wilde bestellen, had u geen bezwaar. Supergierig, heel groot, supergierig. Geen geld, wij supergieren willen het weer voor niks. Heel zeg je, roep hij het aan. Martijn, mooie kerel, het maakt niet uit. Jongens, 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 doe toch even normaal. Ik heb een Donnie op ons zak. Helemaal niet, ons allemaal. Supergierig. Geen geld, supergierig. Geen geld, wij zijn supergierig en willen het weer voor niks. Dichterbij. Geen geld, geld, geld. Geen geld, geld, geld. Geen geld. Geld, geld, geen geld. Dus, krijgen ze gratis? Ja. Oh. Normaal doen. Top. Dankjewel. Echt, we raakten de volledige choreografie en tekst ook kwijt. Maar... Dit tekst ging echt verschrikkelijk. Heel eerlijk, we hebben wel gewoon weer 3 gratis hotdogs. Ja. Maar iemand heeft het toch een klein beetje verdiend op het einde. Ja! Yeah! Dankjewel. Ik ben gewoon fucking blij als ik iets gratis krijg. Maar kunnen we zeggen, want jij had wel een stalen kop. Ja, volgens mij gingen wij best goed af. Wij hebben hem gebust. Wij hebben hem gebust. Maar dat vind ik ook dus dat niet. Jij hem ook hebt gebust. Ik heb hem ook gebust. Jij hebt hem ook gebust. Ik hoor erbij. Ja, dat is gewoon blij. We hebben hem gewoon gebust. We hebben hem gebust. Ja, dit was het dan. Allerlaatste aflevering, jongens. Ja, en we hebben ook voor de allerlaatste keer natuurlijk weer wat leuks weg te geven. Namelijk het Grols filmpakket. Met erin 5 bioscoopkaarten en heel prijspakket. Ga naar www.moesexplained.nl en maak kans.
Ja. Gaan we hem nog even zingen doen? Abonneer op het YouTube-kanaal. Als je ons in de theaters wil zien shinen bij 6000 likes. En vergeet zeker niet te commenten op deze video. Dus... Ik ga nu uit het shot lopen, want ik ben er wel klaar mee. Oh, tot ziens. Vaarwel, vaarwel, vaarwel. Goeiedag. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door Grolsch.